Belangrijk van het vierde congres van de CNTIT in 1936 op 1 mei in Zaragoza, Spanje. Nationaal Confederation of Labour sloot zich aan bij de International Association of Workers. Bouwconcept van de revolutie. Geef eerst idee wat zijn behoeften vragen, zonder andere beperkingen in hun bevrediging dan die opgelegd door de mogelijkheden van de economie. Tweede verzoek van elke persoon: de maximale bijdrage van hun inspanningen in overeenstemming met de behoeften van de samenleving, rekening houdend met de fysieke en morele omstandigheden van elk individu. Organisatie van de nieuwe samenleving na het revolutionaire evenement. De eerste maatregelen van de revolutie. De volgende worden afgeschaft verklaard: privé-eigendom, de staat, het gezagsbeginsel en bijgevolgde klassen die de uitbuiters en de uitgebuitenen verdelen, onderdrukten en onderdrukkers. Zodra de rijkdom gesocialiseerd is, zullen de organisaties van vrije producenten verantwoordelijk zijn voor het directe beheer van productie en consumptie. Zodra de anarchistische commune in elke plaats is opgericht, zullen we het nieuwe sociale mechanisme in gang zetten. De producenten van elke branche of branche, die in hun vakbonden en op de werkvloer bijeenkomen, bepalen vrijelijk de manier waarop ze georganiseerd worden. De vrije commune zal beslag leggen op wat voorheen in het bezit was van de bourgeoisie, zoals voedsel, kleding, grondstoffen. Werktuigen enzovoort. Deze werktuigen en grondstoffen moeten ter beschikking worden gesteld aan de producenten, zodat zij ze rechtstreeks kunnen beheren ten behoeve van de gemeenschap. In de eerste plaats zullen de gemeenten ervoor zorgen dat alle inwoners van elke plaats een maximaal komt voorkrijgen. Zorg voor zieken en onderwijs voor kinderen. Alle mensen zullen klaar zijn om de vrijwillige plicht te vervullen die een waarrecht zou worden wanneer die mens vrijwerkt om de gemeenschap te helpen. In relatie tot hun sterke punten en capaciteiten, en de commune zal de verplichting vervullen om in hun behoeften te voorzien. Natuurlijk is het noodzakelijk om van nu af aan het idee te creëren dat de eerste dagen van de revolutie niet gemakkelijk zullen zijn en dat het voor iedereen nodig zal zijn om de maximale inspanning te leveren en alleen te consumeren wat de productiemogelijkheden toelaten. Elke constructieve periode vereist topovering en individuele en Collectieve acceptatie en niet om moeilijkheden te creëren voor het wederopbouwwerk van de samenleving dat we allemaal in onderling overleg zullen uitvoeren. Producentenorganisatieplan. Het plan voor een economische organisatie zal, in welke verschijningsvorm de nationale productie ook heeft, zich aanpassen aan de strengste principes van de sociale economie, rechtstreeks beheerd door de producenten via hun verschillende productieorganen, aangesteld in algemene vergaderingen van de verschillende organisaties en door hen te allen tijden gecontroleerd. Als basis, op de werkplek, in de Unie, in de gemeente, in alle regelgevende instanties van de nieuwe samenleving, de producent en het individueel cel, als hoeksteen van alle sociale, economische en morele creaties. Als een, relatioogend binnen de gemeente en op de werkplek, de werkplaats en de fabrieksraad, in overeenstemming met de andere werkcentra. Als orgaan van vakbonden tot vakbonden, producentenvereniging. Zullen de statistiek- en productieraden zich blijven verenigen om een netwerk te vormen van constante en nauwe betrekkingen tussen alle producenten van de Iberische Confederatie. In het veld, als basis de, producent in de commune, die zou profiteren van alle natuurlijke hulpbronnen van een politieke en geografische afbakening. Als relatieorgaan, de crop council, die technische elementen en werknemers zal omvatten die lid zijn van de verenigingen van landbouwproducenten die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de intensivering van de productie, en die de meest geschikte gronden daarvoor, aanwijst, afhankelijk van hun chemische samenstelling. Deze tiltraden zullen hetzelfde netwerk van relaties tot stand brengen als de werkplaats, fabrieks- en productie- en statistiekraden, als aanvulling op de vrije federatie die de commune vertegenwoordigt als politieke afbakening en geografische onderverdeling. Zowel de verenigingen van industriële producenten als de verenigingen van landbouwproducenten zullen zich op nationaal niveau verenigen zolang het alleen is in een land dat zijn takken heeft uitgevoerd. Sociale transformatie: indien zij, door hetzelfde werkproces waarin zij zijn opgeleid tot dit dilemma gebracht, dit geschikt achten voor de meest vruchtbare ontwikkeling van de economie. En op dezelfde manier zullen die diensten waarvan het kenmerk neigt dat te doen, door de logische en noodzakelijke relaties tussen alle anarchistische communes te vergemakkelijken, in dezelfde zin gefedereerd worden. We schatten dat de nieuwe samenleving in de loop van de tijd in staat zal zijn om elke commune te voorzien van alle agrarische en industriële elementen die nodig zijn voor haar autonomie, in overeenstemming met het biologische principe dat stelt dat de persoon vrijer is, in dit geval de commune die anderen het minst nodig heeft. De anarchistische gemeenschappen en hun werking. Het individu, de gemeente en de federatie. Het bestuur zal absoluut gemeenschappelijk van aard zijn. De basis van dit bestuur zal dus de commune zijn. Deze gemeenten zullen autonoom zijn en regionaal en nationaal worden gefedereerd voor de realisatie van de doelstellingen van algemene aard. Het recht op autonomie sluit de plicht om te voldoen aan collectieve coexistentie overeenkomsten, die niet worden gedeeld door eenvoudige beoordelingen en die in wezen worden ervaard, niet uit. Zo zal de gemeente van consumenten zonder vrijwillige beperking zich verbinden aan de regels van algemeen naar die na vrije discussie met de meerderheid zijn overeengekomen. Aan de andere kant zullen de gemeenten die, ongevoelig voor industrialisatie, instemmen met andere vormen van coexistentie, zoals naturisten en strippers en anderen, het recht hebben op een autonoom bestuur, los van algemene verplichtingen. Aangezien deze naakte naturistische communes, of enige andere klasse van communes, niet in staat zullen zijn om al hun behoeften te voldoen, hoe beperkt ze ook mogen zijn, zullen een afgevaardigde naar de congressen van de Iberische Confederatie van Autonome Anarchistische Communes economische overeenkomsten kunnen sluiten met de andere landbouw- en industriegemeenten. Concluderend stellen wij voor, de oprichting van de gemeente als algemeen en administratief sociaal coördinerend orgaan. De commune zal autonoom zijn en verbonden met de rest van de communes. De gemeenten zullen zich regionaal en regionaal verenigen en hun geografische grenzen naar believen bepalen, wanneer het handig is om kleine steden, dorpen en plaatsen in één enkele gemeente te verenigen. Het geheel van deze gemeenten zal een Iberische Confederatie van Anarchistisch Autonome Gemeenten vormen. Voor de distributieve functie van de productie en om de gemeenten beter te kunnen voeden, kunnen aanvullende organen worden opgericht die dit moeten bereiken. Bijvoorbeeld, een confederale raad voor productie en distributie met directe vertegenwoordigingen van de Nationale Productiefederaties en het jaarlijkse congres van gemeenten. Missie en interne werking van de gemeenschap. De gemeente moet zorgen voor wat het individu interesseert. Hij zal zorg moeten dragen voor alle werkzaamheden van organisatie, inrichting en verfraaiing van de bevolking. Van de accommodatie van zijn bewoners, van de artikelen en producten die door de vakbonden of producentenverenigingen tot uw dienst worden gesteld. Het zal ook gaan over hygiëne, gemeenschapsstatistieken en collectieve behoeften, onderwijs, gezondheidsinstellingen en het behoud en de verbetering van gezondheidsfaciliteiten, lokale media. Het zal de betrekkingen met de andere gemeenten organiseren en ervoor zorgen dat alle artistieke en culturele activiteiten worden gestimuleerd. Voor een goede vervulling van deze missie zal de gemeenschapsraad worden aangesteld, waaraan vertegenwoordigers van de raden teelt, gezondheid, cultuur, distributie en productie en statistiek zullen worden toegevoegd. De procedure voor de verkiezing van de gemeenteraden zal worden bepaald volgens een systeem waarin zij de verschillen vaststellen die de bevolkingsdichtheid adviseert, rekening houdend met het feit dat het tijd zal kosten om de metropolenpolitiek te decentraliseren en samen met hen federaties van gemeenten te vormen. Al deze functies zullen geen uitvoerend of bureaucratisch karakter hebben, afgezien van degenen die technische of eenvoudig statistische functies vervullen. Zullen de anderen ook hun missie als producenten vervullen en aan het einde van de werkdag in sessies bijeenkomen om gedetailleerde vragen te bespreken die niet de goedkeuring van de gemeentelijke vergaderingen behoeven? Vergaderingen zullen zo vaak worden gehouden als de belangen van de gemeente nodig hebben. Op verzoek van de leden van de gemeenteraad of door de wil van de inwoners van elk. Relaties en uitwisseling van producten. Zoals we al zeiden, is onze organisatie federalistisch van aard en waarborg ze de vrijheid van het individu binnen de groep en de commune die van de communes binnen de federaties en die van de laatstgenoemden binnen de confederaties? We gaan dan van het individu naar de gemeenschap en waarborgen hun rechten om het principe van ongrijpbare vrijheid te behouden. De inwoners van de commune zullen onderling hun interne problemen bespreken: productie, consumptie, onderwijs, hygiëne en alles wat nodig is voor de morele en economische ontwikkeling daarvan. In het geval van problemen die een hele regio of provincie betreffen, moeten de federaties beraadslagen en in de vergaderingen en vergaderingen. Die ze houden, zullen alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, waarvan, de afgevaardigden de standpunten zullen inbrengen die eerder in hen waren goedgekeurd. Als ze bijvoorbeeld wegen moeten aanleggen, de steden van een regio met elkaar moeten verbinden of problemen moeten hebben met het vervoer en de uitwisseling van producten tussen landbouw- en industrieregio's, is het logisch dat alle gemeenten een criteria bekendmaken, aangezien ze ook hun hulp moeten verlenen. In zaken van de regionale aard zal de regionale federatie de afspraken uitvoeren en deze vertegenwoordigen de soevereine wil van alle inwoners van de regio. Nou, het begon in het individu, ging toen over naar de commune, vandaar naar de federatie en uiteindelijk naar de confederatie. Op dezelfde manier zullen we tot de bespreking van alle nationale problemen komen, aangezien onze organisaties elkaar zullen navullen. De nationale organisatie zal de internationale betrekkingen regelen in direct contact met het proletariaat van andere landen via hun respectieve organisaties die net als de onze verbonden zijn met de internationale arbeidersvereniging. Voor de uitwisseling van producten van gemeente tot gemeente zullen de gemeenteraden een relatie aangaan met regionale federaties van gemeenten en met de confederale raad voor productie en distributie waarbij ze claimen wat ze nodig hebben en aanbieden wat erover is. Via hun netwerk van relaties tussen de gemeenten en de raden voor productie en statistiek, gevormd door de nationale producentenfederaties, wordt dit probleem opgelost en vereenvoudigd. Met betrekking tot het gemeenschappelijke aspect hiervan, zullen de brieven van de producent voldoende zijn en uitgegeven door de werkplaats- en fabriekraden, die het recht geven om te verkrijgen wat nodig is om al hun behoeften te dekken. De producentenbrief vormt het begin van een teken van verandering. Dat onderworpen zal zijn aan deze twee regelgevende elementen, ten eerste dat het niet overdraagbaar is, ten tweede dat er een procedure wordt gevolgd waarbij in de brief de waarde van het werk wordt vastgelegd in eenheden van de werkdag en deze waarde maximaal een jaar geldig is voor de aanschaf van producten. Aan de elementen van de passieve bevolking zullen de gemeenteraden hun de consumptiebrieven bezorgen. We kunnen natuurlijk geen absolute norm stellen. De autonomie van de gemeente moet worden geërbiedigd, die als zij het geschikt achten, een ander, interne uitwisselingssysteem kunnen instellen, op voorwaarde dat deze nieuwe systemen in geen geval de belangen van andere gemeenten kunnen schaden. Plichten van het individu aan de collectiviteit en het concept distributieve justitie. Anarchisme is onverenigbaar met elk systeem van correctie, een feit dat de verdwijning van het huidige correctionele rechtssysteem impliceert, en dus de instrumenten, van straf, gevangenissen, gevangenissen, Enzovoort. In dit document wordt geconceptualiseerd dat sociaal determinisme de belangrijkste oorzaak is van de zogenaamde misdaden in de huidige stand van zaken en dat bijgevolg, zodra de oorzaken van het misdrijf zijn verdwenen, deze in de meeste gevallen zal ophouden te bestaan. Zo beschouwen we, ten eerste dat mensen van nature niet slecht zijn en dat, misdaad een logisch gevolg is van de staat van sociaal onrecht waarin we leven. Ten tweede, door in hun behoeften te voorzien en ook ruimte te geven aan een rationele en humane opvoeding moeten die oorzaken verdwijnen. Om deze reden begrijpen we dat wanneer het individu zijn plichten niet nakomt, zowel in de morele orde als in zijn functies als producent, het de volksvergaderingen zullen zijn, die, met een harmonieuze zin, een rechtvaardige oplossing voor de zaak zullen geven. Het anarchisme zal daarom zijn correctionele actie vestigen op geneeskunde en pedagogiek, de enige preventieve middelen waarop de moderne wetenschap een dergelijk recht erkent. Wanneer een individu, een slachtoffer van pathologische verschijnselen, Probeert de harmonie die tussen mensen moet heersen tegen te gaan, zal de pedagogische therapie ervoor zorgen dat zijn onevenwichtigheid wordt genezen en in hem het ethische gevoel van sociale verantwoordelijkheid stimuleren dat in ongezonde erfenis hem van nature ontzegt. De religieuze vraag. Religie, een puur subjectieve manifestatie van de mens, zal worden erkend zodra ze gedegradeerd blijft tot het tabernakel van het individuele geweten, maar mag in geen geval worden beschouwd als een vorm van openbare vertoon of morele of intellectuele dwang. Individuen zullen vrij zijn om zoveel morele ideeën te bedenken als zij passend achten, waarbij alle rieten zullen verdwijnen. Verdediging van de revolutie. We herkennen de noodzaak om de veroveringen door de revolutie te verdedigen. Vermoedelijk zal hun kapitalisme zich niet neerleggen bij onteigening van de belangen die zij in de loop van de tijd heeft verworven. Daarom zullen, zolang de sociale revolutie niet internationaal heeft gezegenvierd, de nodige maatregelen worden genomen om het nieuwe regime te verdedigen, hetzij tegen het hierboven genoemde gevaar van een buitenlandse kapitalistische invasie, hetzij om contra-revolutie in het binnenland te voorkomen. Een permanent leger vormt het grootste gevaar voor de revolutie, omdat onder haar invloed de dictatuur zou worden gesmeed die haar dodelijk zou treffen. Op momenten van strijd, wanneer de krachten van de staat, geheel of gedeeltelijk, zich bij het volk voegen, zullen deze georganiseerde krachten op straat hun hulp verlenen om de bourgeoisie te verslaan. Als je dit onder de knie hebt, ben je klaar met je werk. Het gewapende volk zal de grootste garantie zijn tegen elke poging om het regime te herstellen dat vernietigd is door inspanningen van binnen of van buitenaf. Er zijn duizenden arbeiders die door de kazerne zijn gemarcheerd en de moderne militaire techniek kennen. Dat elke commune zijn bewapening en verdedigingselementen heeft, want totdat de revolutie definitief is geconsolideerd, zullen deze niet worden vernietigd om zijn werkinstrumenten te veranderen. We bevelen de noodzaak aan van het behoud van vliegtuigen, tanks, gepanzerde vrachtwagens, machinegeweren en luchtafweergeschut, aangezien het echte gevaar van een buitenlandse kapitalistische invasie in de lucht ligt. Als dit moment aanbreekt, zal de stad snel mobiliseren om de vijand het hoofd te bieden en de producenten terug te sturen naar de werklocaties zodra ze hun verdedigingmissie hebben volbracht. In deze algemene mobilisatie zullen alle personen van beide geslachten worden begrepen die geschikt zijn voor de strijd en die zich erop voorbereiden door de vele missies uit te voeren die nodig zijn in de strijd. De confederale defensiekaders, uitgebreid tot de productiecentra, zullen de meest waardevolle hulptroepen zijn om de veroveringen van de revolutie te consolideren en hun componenten te trainen voor de strijd die we ter verdediging ervan op grote schaal moeten volhouden. Daarom verklaren wij, ten eerste impliceert de ontwapening van het kapitalisme de levering van wapens aan de gemeenten, die verantwoordelijk zullen zijn voor hun instandhouding en die op nationaal niveau zullen zorgen voor een effectieve organisatie van de verdedigingsmiddelen. Ten tweede zullen we in het internationale kader intensieve propaganda moeten maken onder het proletariaat van alle landen, zodat ze hun energiek protest aanspannen en solidariteitsbewegingen afkondigen bij elke invasiepoging van hun respectieve regeringen, Tegelijkertijd zal onze Iberische Confederatie van Anarchistische Autonome Communes, moreel en materieel, alle uitgebuitenen in de wereld helpen om zichzelf voor altijd te bevrijden van de monsterlijke voogdé van het kapitalisme.